Directeur streekarchivaris van het regionaal archief Rivierenland, Ella Kokmajewska, heeft op uitnodiging van de Vereniging van Poolse Archivarissen deelgenomen aan een congres van archivarissen in Polen. In haar toespraak sprak zij over het Nederlandse archiefwezen en het regionaal archief Rivierenland in het bijzonder. Vanuit het publiek kwam grote waardering voor de projecten en successen van ons regionaal archief. Ook kwam te sprake hoe ze als Poolse in het Nederlandse archiefwezen haar plek heeft gevonden. Het congres wordt eens in de vijf jaar georganiseerd. In totaal waren er meer dan 700 archivarissen uit Polen aanwezig.